Deze beschouwing die gaat over geestesziekte. En die is naar aanleiding van een leuk telefoongesprek wat ik heb gehad met mijn dochter. Die belde mij vanmorgen. Ze wilde weten hoe het met me ging. Nou, dat is toch aardig van haar, hè? Ja, ik heb iets heel vervelends. Ik heb een operatie aan mijn linkerhand gehad. Aan mijn pink. En ik dacht, nou, een operatie aan je pink. Zo'n klein vingertje, wat kan het nou uitmaken? Nou, behoorlijk. Ik ben er erg van onder de indruk. Ik zit onder de pijnstillers. Maar dat terzijde. Ik overleef het wel. En ze belde op en toen kregen we het lekker aan de kletsen. Over dit en over dat. En toen had ik het met haar uiteindelijk over al afdwalende. En kreeg me het over geestesziekte. Nou, mijn dochter die doet zo, dat heet pedagogische hulpverlening, PHV. Nou, dat past wel bij haar, hoor. Die opleiding is onder haar niveau. Maar als ze zo dadelijk klaar is met het HBO, dat is toch niet niks, hè? Dan kan ze eventueel doorgaan. Dus nou. Heeft ze een masters, kan ze dan halen. Zou tof zijn. Ja, ik heb het idee dat zij de laatste tijd wel lekker gaat. Lekker zelfstandig aan het worden. Vind ik goed. Ja, ik ben de vader. Hè? En de vader die houdt van zelfstandige kinderen. De moeders die hebben dat in de regel, hebben ze daar moeilijker mee. Die willen zo voor die kinderen. Ja, nee, dat doet mama wel, dat doet mama wel. En dat doen vrouwen niet goed. Daar doen ze geen goed aan, by the way. Daar zouden we het ook nog eventjes over krijgen, ik en mijn kind. Maar die discussie heb ik gekapt. Die zei, ja, niet over de telefoon. Daar praten we wel een keer over verder als we tegenover elkaar zitten. En de tijd hebben. Zo'n hekel onderwerp. De moderne moeder. Of de moeder in het algemeen. Maar leuk, dat, wat we hadden over geestesziekte. Zij bleek bekend te zijn met het DSM-5. Dat is ook niet zo verwonderlijk natuurlijk. Dat komt vanwege haar opleiding. En ik weet niet of jij dat boek kent. Maar het is de Diagnostics and Statistical Manual van de Mental Disorders. De diagnostiek en statistiek. Verhandleiding, diagnostiek. Handleiding, diagnostiek en statistiek van de geestelijke stoornissen. Ja. Ik pak even mijn thee, 1 seconde. En die kenden ze dan. En dat, ja, dat was dus ook niet zo raar natuurlijk met zo'n studie. Maar ik vond het toch wel fijn dat ze, nou, dat ze hem echt wel kenden. Ik zei dus tegen haar dat het mijn indruk is. En het is vrij nieuw hoor, dat ik tot dat inzicht ben gekomen. Dat wat wij noemen geestesziekte. Dat het eigenlijk gaat om 1 kwaal. En dat is namelijk niet kunnen denken. Een gebrek aan denkvermogen. En dan vooral het denkvermogen in optima of ultima forma. Dus de hoogste vorm van het denkvermogen. En het is het denkvermogen wat jou in staat stelt om in te zien dat het denken, wat gelijk staat aan het woord, dat dat het beginsel is van alles. En niet de materie.
Dus als het de vraag is, wat is er primairder, het denken of de materie? Dan is het denken primair. Dat je het even weet. En daarmee heb je dus een hele belangrijke uitspraak gedaan over het leven. En word je je bewust als weldenkende denker. Dat het ook jouw gedachten zijn die de wereld, die de materie vormen. En ben je geen weldenkend iemand, dan creëer je chaos. En mensen die chaos creëren, die zijn vervelend voor hun omgeving. En die omgeving gaat er dan op toezien dat die mensen die chaos creëren, dat daar naar omgekeken wordt. En de mensen die daar naar om gaan kijken, die gaan dan onderscheid maken in de ene die maakt chaos op deze manier, de andere maakt chaos op die manier. En die gaan ze dan klassificeren. Maar die mensen maken chaos omdat ze niet kunnen denken. Dat is het hele punt. En het vond ik leuk dat ik dat tegen mijn dochter zo kon zeggen. En nou, dan denk ik niet dat zij dan gelijk denkt van, oh, mijn vader zegt dat en nodig vind ik voortaan ook. En dat hoeft ook helemaal niet. Daar zit ik ook niet op te wachten. Dat zou ik ook, ja, ik zou het wel leuk vinden, maar als het echt zo was. Maar het is niet zo. En als het niet zo is, dan maakt me dat niet uit. We leven nog, zeg, kom. En los daarvan, het inzicht dat het zo is, dat het denken, dat het woord voorafgaat aan de materie en de daarbij behorende consequenties, ja, dat is niet nogal wat. Het is mooi als je daar tijdens je leven achterkomt. Want veel mensen lukt dat niet. Maar veel mensen sterven, hun lichaam sterft en dan zeggen wij dat die mens dood is. Dat is niet helemaal zo, maar dat lichaam sterft dan zonder dat in dat lichaam er iets ontstaan is. Zonder dat het lichaam tot inzicht is gekomen. En als jij een baby bent, toen was je een onuitstaanbaar mormel. En als er maar enigszins een poepje scheef zat, letterlijk een poepje scheef zat, je moest een windje laten en je wist niet dat het, ja, je wist helemaal niet wat een windje was, of je liet een windje en dan hoor je prrrt, en dan denk je, het is niet goed. En dan ga je krijsen. Nou, baby's zijn behoorlijk vervelende individuen. Maar heel veel mensen die kunnen die babyfase niet achter zich laten. Die kunnen niet die stap zetten naar een eigen verantwoordelijkheid. Die blijven maar in dat, als hun iets niet bevalt, om dan maar te gaan zitten janken. En aandacht te trekken. Dat zijn hele kinderachtige mensen. En die discussie die ik dan had met mijn dochter over de telefoon, over dat geestesziekte gebeuren. En ik zei dus, en dat vind ik, en daar sta ik nog steeds achter, want er wordt onderscheid gemaakt tussen sociopathie en psychopathie en borderline en narcisme en nou, ga maar even door. En dat ik tegen haar zei van ja, ze kunnen dat onderscheid wel maken op papier, maar daar heb je het mee gehad. In het echt
Ja, heb je gevallen die door de ene psychotherapeut zullen worden bestempeld als borderliner en de andere psychotherapeut zal zeggen, ja, dit is typisch een narcist. En dan kunnen die twee nog ruzie krijgen ook. Snap je? Dus, en toen zei mijn dochter van ja, maar in de DSM-5 zijn de onderscheiden een stuk duidelijker dan in de DSM-4 en of zo. Maar even later zei ze ook weer van ja, en als je echt in de praktijk met een geval bezig bent, dan kan je de DSM er wel bij gaan pakken, maar wat helpt die jou verder? Nee, dat vond ik wel een goeie. En toen dacht ik van, nou, mooi zo, er zit een opening. Ik heb nooit het idee gehad dat de discussie tussen mij en mijn dochter muur aan muur vast zat, maar ik vond het leuk om daadwerkelijk een opening te hebben. Ik wist wel dat die zou komen. En voor mij is het duidelijker aan het worden dat het allerbelangrijkste denkvermogen van de mens is, dubbele punt, het zich kunnen verplaatsen in de positie van een ander. Dat je weet hoe iets voor een ander is, dat je rekening houdt met een ander. En bij dat fenomeen, ja, daar komt heel veel bij kijken. Dat kan niet zomaar iedereen. Of beter gezegd, heel veel mensen kunnen dat helemaal niet. En die zien andere mensen wel rekening houden met een ander en die vragen zich dan af, wat doen die mensen toch raar? Want ze weten niet waarom je dat zou doen. Waarom zou jij je verplaatsen in de schoenen van een ander? Dat zegt die mensen niks. Ze kunnen het ook niet. Dat is hetzelfde, iemand die dan kijkt naar twee schakers en die denkt van nou, daar zitten ze de hele tijd bij zo'n bord en dan zijn er van die houten stukjes en dan schuiven ze dat vooruit en soms schuiven ze een stukje achteruit en dan na een hele lange tijd heeft die ene die heeft er een pesttumeur in en die geeft dan op en die andere die kijkt heel tevreden want die heeft dan gewonnen. Nou, ik zou echt niet weten waar het om gaat. Die mensen die kunnen niet schaken. En zo zijn er ook mensen die kunnen geen rekening houden met een ander. En dat leidt dan bij andere mensen tot ontzettend veel frustratie. Dat is wel, nee, ik weet nog dat ik, even een zijsprongetje hoor, maar het was mijn dochter was 12 en ik merkte bij haar tekenen van depressiviteit. En ik naar de orthopedagoog, zonder haar erbij, het ging puur voor mezelf. Hè? Van nou, ik ben de vader van een kind, ik ben verantwoordelijk voor die opvoeding en ik denk dat mijn kind depressief is. En wat moet ik doen? Of ja, eigenlijk twee vragen. Kan het zo zijn dat ik gelijk heb? Als ik gelijk heb, wat moet ik doen? En als ik geen gelijk heb, wat is er dan aan de hand? Dus wat met mij aan de hand bijvoorbeeld? Dat ik ze zie vliegen? En die man die legde mij dus uit, dat, nou, zijn, of die vertelde mij dat naar nou, zijn mening ik gelijk had. Als je dat soort dingen ziet aan je kind.
dan kan je ervan uitgaan dat er wat aan de hand is. En ja, jij zegt depressief, nou, dat is een hele goede term. En nou, toen kwam het dan op tips, hè? Nou, enkele, nou, niet heel veel tips, maar er kwam wel wat uit. En, nou, ik ben er wel blij mee geweest. En we waren zo aan het afronden en hij had zoiets van, nou, het is wel pech hoor, waar je in zit, hè, met zo'n situatie. Nou, zo'n scheiding, nou, dat vind je als man ook helemaal niet leuk. En je raakt een hele hoop spullen, ja, je raakt ook je gezin kwijt, dat nou. En je kan wel zeggen van ja, die moeder was heel vervelend als partner. En dat is ook zo. Maar ja, zelfs al is iets heel vervelend, je bent er toch aan gehecht. En zeker als je een kind hebt en je wilt doorgaan. En dan blaast er iemand op een fluitje en is het afgelopen. En dan moet je ineens gaan verhuizen en al die toestanden. Dus dat is helemaal niet leuk, zo'n scheiding. Dat is echt zwaar. En die man zei van, ja, dan heb je dit er ook nog overheen. Oh. Is toch niet fijn, hè? En toen zei ik tegen hem, ja, zei ik, maar ik zie er ook het positieve van in. En toen zei hij, hoezo dan? En nou, toen ging ik een beetje stotteren. En daar kwam ik niet helemaal goed uit. En nu denk ik van, ja, ik snap wel wat ik destijds bedoelde. Want die problemen waarin ik beland ben met het gezin, die volstrekt ridicule samenleving die het maar stront normaal vindt dat papa en mama gaan scheiden, want dat is zo modern en het hoort er allemaal bij. En dat is echt te gek voor woorden. En dan zo'n moeder die dan, nou, de meest belachelijke dingen doet. En ik, die goed oplet. En ik heb hem weliswaar 2, 3 jaar geleden de pijpen aan Maarten gegeven. En hallo gezegd tegen meneer alcohol. Lekker elke dag feest vieren. Nog niet zo fraai, dus, dat had ik beter niet kunnen doen. Maar goed, ik heb het wel gedaan. Ik schaam me er niet voor. Ik schaam me er niet voor om het te vertellen. Niet zo fraai wat ik gedaan heb, maar... Maar los daarvan... ik ben bij de les gebleven. En goed opgelet. En nu kan ik met mijn dochter praten over dit soort dingen. En mijn dochter zit dus in een opleiding van de PHV, Pedagogische Hulpverlening. En haar kan ik dus wel wat meegeven. Ik zei een tijdje terug tegen haar van ja, jij bent ervaringsdeskundige als het gaat om traumatische jeugdervaringen. En toen moest ze een beetje glimlachen, toen zei ze ja, maar het feit dat je ervaring hebt, dat betekent niet dat je daarmee deskundig bent. Dus ik heb ervaring, maar deskundig, dat maak jij er even van, papa. Ik denk, ja, misschien heb je dan op dit moment wel gelijk. En als ik zo lekker doorzet en haar goed blijf invrijven met dat wat de waarheid heet, dan weet je niet hoe het afloopt. En dan zie ik er dus het positieve van in dat zij een hele, ja, in haar jeugd hele bittere momenten heeft beleefd. En dat haar dat dingen heeft geleerd over de aard van mensen.
En dat zij uiteindelijk zal inzien dat het dus gaat om het fenomeen rekening houden met elkaar. Dat doe je wel. En dat doe je dan ook elke dag. Of je doet het niet. De moeder van mijn kind, die heeft op een dag tegen mij gezegd, was heel chagrijnig, was heel vaak hoor, was elke dag eigenlijk chagrijnig. En was ze weer chagrijnig, want dat was weer een dag geworden, en echt een reden om goed chagrijnig te worden. En ze zei tegen mij, ja, jij krijgt maar van alles voor mekaar, ook dingen waarvan ik geprobeerd heb om ze tegen te houden. Ja, ik zei, wat? Ik was zo verbaasd. Ik had toen eigenlijk even door moeten vragen. Van, wat heb jij proberen tegen te houden? Had ik het toen even moeten vragen. Maar ga er maar vanuit dat zij dingen heeft proberen tegen te houden. Sommige dingen weet ik ook wel hoor. Ik maak graag muziek. En ik wilde in de woning om die reden dus een muziekhoekje. Nou, niet dat het veel voorstelt, maar ik had zelf allemaal spulletjes. Er hoefde niks gekocht te worden of zo. Ik had allemaal spulletjes. Maar die stonden dan in kisten ergens opgeslagen. Netjes droog en koel. Ik denk, nou, die gaan we dan mooi ergens neerzetten in de woonkamer. Een tafeltje erbij met allemaal spulletjes, een microfoon en een versterkertje en een mengtafel en wat dingetjes om op te nemen. Je kent het wel. Nou, daar was ik mee begonnen. Zij ging er moeilijk over doen. Ja, uiteindelijk heb ik alles maar afgebroken. Ja, dat was zo'n ding en dat heeft ze echt tegengehouden. Maar misschien bedoelde ze dat ook wel. Ik kreeg toen een kantoortje van mijn eigen. Ik heb ook wel mazzel gehad. Dan had ik een kantoortje bij een man thuis. Om te werken. Een automatiseringsbedrijfje had ik. Dan zat ik lekker te programmeren. En daar had ik daar mijn muziekhoekje maar. En daar deed ik dan. Nou, heb ik heel veel muziek gemaakt hoor. Leuke opnames en zo. Misschien bedoelden ze dat wel. Van nou, dan heb ik geprobeerd me dat tegen te houden. Dat jij muziek zou gaan maken. En dan heb je je eigen kantoortje. Toen heb ik er helemaal geen controle meer over gehad. En dan ging je toch maar muziek maken. Nou, dan heb ik echt proberen tegen te houden. Maar dat lukte jou dat toch. Kijk, dan heb je dus. Dan hou je geen rekening met een ander. Hè? Dan doe je. Zelfs dingen die, met opzet dingen, om een ander te frustreren. Ja, zij kan dus niet nadenken. Zou zij wel kunnen nadenken, dan zou ze dat nooit van haar leven gedaan hebben. Dan laat je toch echt wel uit je bolle vet om je bloedeigen partner, de bloedeigen vader van je bloedeigen kind, om die het bloed onder de nagels vandaan te pesten. Dat doe je toch niet? Dan heb je een gaatje in je hoofd. Als je maar enigszins kan nadenken, dan doe je dat niet. Maar dat kan die vrouw niet. En die wordt een jaloers en ook wel tekort aan prikkels. Dat ze denken, nou, als ik nou eens een beetje de boel op scherp zet en een beetje ruzie gaat zoeken, dan gebeurt er tenminste weer eens wat. Want de laatste tijd is het zo rustig en zo harmonieus. Dan moet er weer eens wat gebeuren. Zo denken die mensen. Echt heel bizar. Maar dat zijn de geesteszieke mensen. En ja, wat kan je ermee doen?
Ja, niet veel, denk ik. Hoor, de moeder van mijn kind, ik kan daar niks mee. Ik zou niet weten wat. Ik vind het zielig voor haar dat ze. Ja. Door de ouders die. Die zijn debet aan een hele vervelende jeugd voor haar. En die ouders die zijn nu beide. Ja, aan het aftakelen. En die man die kan echt helemaal niks meer. En die vrouw die heeft dan, die krijgt dan wel hulp van de overheid, zo thuiszorg of zo. Maar die vrouw is mentaal ook niet meer lekker. Mijn dochter die zei dat zo mooi van ja, oma die heeft dan zoveel eisen op zulke futiele gebieden. Dat de grote lijnen uit het oog worden verloren. En ja, en is die huishouding daar één grote chaos. En die mensen die wonen ja, in de buurt van Zwolle. En de moeder van mijn kind, die woont hier in Arnhem. Dus nou, van hier naar Zwolle is er echt een uur. Ben je onderweg, hoor. Met de auto halen en alles. En nou, dan weer terug. En dan moet je altijd weer wegzetten. Nou, dat is wel een hele zorg voor haar. En dat is toch wel bitter. Dat zei ik ook tegen mijn dochter. Want dan heeft dus haar moeder zo weinig tijd en aandacht gekregen van haar ouders. Toen ze dat nodig had. Hè? En dan nu. In plaats dat die ouders het goed gaan maken naar haar toe. En excuses aanbieden. Van sorry dat we zo weinig voor je hebben gedaan in jouw jeugd. Dat we er nooit voor je waren als liefhebbende ouders. In plaats dat dat komt, wordt er van haar verwacht dat ze elke week naar Zwolle gaat om voor die twee mensen te zorgen. Samen met die thuishulpzorg en zo. Maar dan moet die vrouw dan eens ook achteraan bellen. En is dit wel geregeld en dat wel geregeld? En is er hartstikke druk mee. Nee, zielig. Kijk, en zo'n vrouw die dan zo'n moeilijke jeugd heeft gehad. Hè, de moeder van mijn kind heb ik het dan over. Hè, en die wordt dan zelf moeder. Ja, die kan dat niet. Hè, die heeft nooit geleerd wat het is om rekening te houden met een ander. Dus dat doet ze helemaal niet. Ook niet met mij, maar ook niet met mijn familie. En ook niet met de buren, kennissen. Nou, en ook niet als het gaat om haar eigen kind. Ik weet nog een keer dat ik met. Dat was na de scheiding, dat ik met dat kind om 9 uur 's avonds bij de moeder aanstond te bellen. En er werd niet open gedaan. Want toen moest ik het kind maar naar de buren brengen. En later kreeg ik toevallig via te horen dat die moeder op dat moment wel degelijk thuis was. Maar ze was daar met een toyboy of een loverboy. En, het verhaal is te gek voor woorden. Maar ze lag lekker te knuffelen, vrij seksen of zo op de bank. En ze had eventjes geen zin in haar eigen kind. Dat moest maar even naar de buren.
En dan niet, ja, dus niet eerlijk zeggen. Nee, gewoon de deur niet open doen en er maar op vertrouwen dat kind heus wel ja, dan maar bij de buren aan zou gaan bellen. Daar had ze dan ook gelijk in. Dan had ze de situatie wel goed ingeschat. Maar waarom niet gewoon even de deur open doen? Het is toch je eigen kind? Nee, het is bizar. En vanuit die optiek dat het hier gaat om een, ja, een mens wat nooit heeft leren nadenken. Ja, wat moet je die kwalijk nemen? Ja, boos worden bijvoorbeeld heeft ook in haar geval, in het geval van die moeder, geen enkele zin, want dat zegt haar niks. Als je die moeder negatief benadert, dan schiet ze onmiddellijk in het karakter wat ze was toen zij een meisje van 3, 4, 5 jaar oud was, wat zwaar benadeeld werd door haar eigen ouders. En dan wordt ze opstandig en dan wordt ze echt heel boos. En heel irreëel natuurlijk. Je hebt plotseling een klein kind tegenover je. En die gaat hele gekke dingen zeggen. Daar kan je van schrikken hoor. Ik heb dat meerdere keren meegemaakt. Dat zij dus zo terugschoot. En dan wordt ze dat karakter uit haar jeugd. Die mensen die heten ook wel. Dat werd ook wel eens genoemd. Dat ze meerdere persoonlijkheden hadden. Dat is ook zo'n etiket waarvan ik denk, ja, dat is wat ze ook doen. Nee, iemand die heeft leren nadenken, die gevoel heeft voor een ander, die zich in een ander kan verplaatsen, die medelijden heeft, medeleven heeft. Zo iemand heeft een persoonlijkheid. En als dat niet het geval is, dan heeft zo iemand geen persoonlijkheid. Want de hele voorafgaande is er niet, dus is er ook niet dat gevolg. Namelijk, het gevolg is dat je een persoonlijkheid hebt of bent. Maar dat heb je dan niet, omdat je die hele ontwikkeling niet hebt meegemaakt in je denken. En wat die mensen dan doen, is ze meten zich een persoonlijkheid aan. Dus ze kijken naar een omgeving en denken van, nou, ik zou wel zo'n soort iemand willen zijn. En dan kopiëren ze dat. Dat gedrag kopiëren ze. En daar zijn ze dan een meester in om dat onder alle omstandigheden vol te houden. Totdat er dus iets gebeurt waar ze niet op gerekend hadden. En dan breekt de façade. En dan vallen ze terug naar hun miserabele zelf. En dan denk jij, nou, het is een hele andere persoonlijkheid. Nou, De persoonlijkheid die jij dus dacht waar te nemen, dat was een schijnpersoon. Dat was in die zin letterlijk een persoon, omdat persoon betekent masker. Het Latijns voor masker, persona. Dat is een masker wat die mensen droegen. Ze verborgen zich achter een beeld van ik ben die en die. En zo wil ik dat mensen mij bezien. Maar heb jij leren nadenken, dan denk jij niet na over wie jij zou willen zijn. Ja, dan denk je erover na wat voor werk je zou willen doen. Wil je putjeschepper worden of bouwvakker? Zeeman op de grote vaart? Huisvrouw met 3 kinderen?
Maar je persoonlijkheid, dat is iets, daar maak jij je niet druk over. Je bent wie je bent. Je houdt rekening met een ander. En om die reden gaan mensen graag met je om. En je hebt aan vrienden en vriendinnen geen gebrek. Je maakt om die reden ook heel makkelijk contacten. En aan de andere kant heb je niet zoveel contacten nodig, want je hebt genoeg aan jezelf. Dus, dat is de gezonde, volgroeide mens. En de geesteszieke mens, die heeft op die terreinen veel problemen. Die hebben het moeilijk hoor, die mensen. Die verdienen ons medelijden. En het is heel moeilijk om medelijdend en medelevend te zijn naar die mensen toe, omdat ze zulk onuitstaanbaar gedrag hebben. Dus ook dat nog een keer. En ik kan er dus volop over meepraten, want ik heb het meegemaakt. Ik heb iets van 11-12 jaar lang intensief met die vrouw omgegaan. In het begin nog heel hoopvol, dat ik dacht van nou, maar we hebben dit nog uitproberen en dat nog uitproberen. Dus allerlei therapeuten erbij gehad. Om er naar ja, veel vijven en zessen achter te komen dat ze allemaal... Ja, zoiets hadden van, ja, wij kunnen er ook niks aan doen. Ja, daar sta je dan. En dan wordt het droevige verhaal voor die geesteszieke lui, is dat ze... Ja, dat ze gaan niet plezierig dood. En dat zie je dan ook aan de ouders van de moeder van mijn kind. Die mensen hebben de jeugd van hun beide kinderen verpest. Ik weet de anekdotes. Ik kan je vertellen, ze gingen bijvoorbeeld, die ouders, die wilden op vakantie naar Schotland, maar ze wilden de kinderen niet meenemen. En die kinderen waren toen nog, ja, niet heel piepklein, maar... We waren misschien 8 en 10 of zo, of 10 en 12, zoiets. Hadden ze voor die kinderen hadden ze een zomerkamp georganiseerd, waar we opgezocht, waar ze ergens op kamp konden. En dan niet eens samen, maar die ene die ging naar een ponykamp en die andere ging naar een, weet ik van wat voor een kamp. De bosverkenners, zeeverkenners, zeg het wat, padvinders. En dan konden papa en mama lekker met z'n tweeën, even zonder kinderen. Onvoorstelbaar vind ik dat. Ik met mijn kind, van de eerste paar jaar zijn we niet op vakantie geweest. Dat vond ik ook niet nodig. Maar dat was mijn dochter 4, dan gingen we op vakantie. Ja, natuurlijk. En ik ben met mijn dochter op vakantie gegaan tot en met haar 13e jaar. En toen ze 14 was, toen had ze ook een hele grote vriendenclub. En toen zat ik haar zo'n beetje te porren van, zou je het leuk vinden om met je vrienden wat leuks te gaan doen? En ik had dan een geweldig plan. En dat is nog gelukt ook. En dat plan, dat kwam er dus op neer dat die hele vriendenclub... Die werd gedumpt door de ouders in Noordwijkerhout. Daar hebben ze bijna 2 weken of zo op een camping gestaan, met z'n allen. In een hele grote tent. Dus dat kost ook helemaal niks. Eén ouderpaar bleef op de camping. Dat had voor mij niet gehoeven. Ik had het leuker gevonden als dat niet het geval was, maar...
Die andere ouders die hadden zoiets van, ja, nou, daar moet toch wel een beetje toezicht zijn. Ik dacht van, nou, die kinderen zijn 14, ze hebben allemaal mobieltjes. En ja, kortom, er kan helemaal niks gebeuren, man. Dan maak je druk over. Kijk, toen heb ik mijn kind in eentje op vakantie laten gaan. En dat was ook 14. En dat was een hartstikke leuke vakantie. En ik was thuis, ik was lekker aan het werk. En als er dan wat geweest zou zijn, stel. Hè, dan binnen een uur had ik in de auto gezeten. En dan op weg naar Noordwijkerhout. Met een EHBO-kist, bij wijze van spreken. Ja, en wat er nou gebeurt tijdens die vakantie van de moeder van mijn kind, toen zij dus jong was, was het dus 10 of 11 of zo. Hè? Zij zat op het ponykamp en toen is ze redelijk aan het begin van die vakantie is ze van een pony afgevallen. En heeft ze haar heup gebroken. Nou, die ouders die zijn natuurlijk gelijk gebeld en die hadden zoiets van, oh, ja. Yeah. Nou, ja, we zitten nou in Schotland. Ja, en dan zijn we er weer. En het ziekenhuis, waar is dat ook alweer dan? Ja, nou, dan komen we wel langs. Als we weer in Nederland zijn. Die mensen zijn gewoon lekker op vakantie gebleven. Interesseerde ze helemaal niks. Ja, en als je dat hebt meegemaakt als kind met je eigen ouders. Ja, wat voor soort moeder hebben die mensen gecreëerd? En dan zie je dus nu dat die pa, die is echt zwaar aan het aftakelen. Die is ook geestelijk in elkaar gesodemieterd. Maar ik weet wat die kerel zoal heeft uitgefroten. En ook op seksueel gebied was dat niet helemaal kosher. Als ik de verhalen van zijn eigen dochter mag geloven. En nou, ik denk minimaal waar rook is, is vuur. Dus er is iets gebeurd. En wat nou precies, dat weet ik niet, maar... Maar er is iets gebeurd. En niet één keer, nee, meerdere keren. Maar wat precies, weet ik niet. En dan wil dat kind ook verder, de moeder van mijn kind, dus het kind in kwestie, die wil daar niet over spreken. Ja, en die man, zijn breinsysteem is in elkaar gedonderd. Sinds een paar jaar al, hoor. En ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Ja, als je dat op je geweten hebt. Ja, hoe denk je dan dat je gelukkig oud kan gaan worden? Dat zei mijn dochter ook zo mooi. Van, dat het zo moeilijk was voor mama. Dat is haar eigen moeder. Om te zien dat haar ouders helemaal geen fijne oude dag beleven. Maar dat het een ramp is. Met chaos. En narigheid. En dingen die vies zijn. Dat soort zaken. De toiletten die onder de poep zitten. Bedden goed wat volgeplast is. Ik zeg maar wat hoor, maar daar komt het ongeveer op neer. Ja, en dan is de oogst van het leven is mager. En dan kun je zeggen, ja maar Perry, jij zit nou ook met je arm in het gips en je zit ook maar alleen. Ja, nou, van de week komt mijn dochter even langs. En, nou, morgen trouwens. Ik ga ze even wat afwassen, ze zou wat boodschapjes doen. En ik heb chili besteld. Voor eten van de supermarkt. Niet kant-en-klaar, maar bruine bonen en een pak rijst. En, trouwens, zelf boodschappen doen kan ik ook nog wel. Maar zij bood het aan en denk ik, ach ja, ik wil doen. Ze
Misschien gaan we wel samen boodschappen doen. Vind ik ook leuk. Ik kan mijn dochter recht in de ogen kijken. Ik heb haar een fantastische jeugd bezorgd. Al die leuke jeugdherinneringen, daar ben ik in aanwezig geweest. En ik was dan, ja, daar zal ze niet altijd bewust van zijn geweest, maar ik heb dat allemaal veroorzaakt. Al die leuke herinneringen. Ja, die vakantie in Noordwijkerhout, dat is ze misschien nog enigszins bewust van geweest, maar ja, ik heb dat helemaal veroorzaakt. Ik wist precies wat ik moest doen. Dan heb ik nog heel weinig gedaan ook, want ik denk van ja, ik ben heel slim en dat soort dingen. Je moet een goed idee hebben en je moet de juiste mensen informeren met de juiste informatie. En dan gaat zoiets vanzelf rollen. Dus het enige wat ik heb gedaan is dat ik mijn dochter dus een beetje ging porren van zou je het leuk vinden om. En we hebben een avondje, nou een uurtje zo hooguit, 2 keer een half uurtje hebben we op Google Maps een beetje in de rondte zitten kijken. En dan op YouTube Google dingen even zoeken naar campings en zo. En dingen prijzen vergeleken. Nou, toen heb ik een vriendin van haar, die heb ik ook even geïnformeerd. En die had er ook wel oren naar. En ja, toen ging het zich rondspreken. En toen hoorde ik al dat allerlei ouders zich ermee gingen bemoeien. Ik denk, mooi zo. En het enige wat ik heb hoeven doen is dat ik 4 kinderen in de Clio naar Noordwijkerhout heb moeten rijden. Met allemaal slaapzakken en al die meuk. Dat allemaal in de Clio nog paste. Het was echt wel hutje mutje. Maar die Clio deed prima. En dat was het dan. Die auto op de camping gezet. Alles open gedaan. Nou, haal er maar uit wat van jullie is. Ik ben niet eens mee het terrein opgelopen. Ik geloofde het wel. Kinderen gedumpt. Zo, je paraplu. Doeg. Ik hoef ze niet eens op te halen. Nou ja, al die kinderen hadden ouders die allemaal zoiets hadden van ja, maar daar willen we wel ook een beetje meehelpen. Ja, precies. Zo werken die dingen. En ik had ervoor gezorgd, ik had een belastingmeevallertje gehad. Dat mijn kind, die had 1000 euro op de pinpas gekregen voor de hele vakantie dan, hè. Alsjeblieft. Ja, en ik vond het wel makkelijk. Ik hoefde nog niet op vakantie. Want daarvoor ging ik altijd met mijn dochter altijd op vakantie. Ja, maar dat kost ook geld. Benzine en huur van een huisje. En ja, zeg het maar, dat is allemaal niet gratis. En je bent dagen van huis en dan kan je niet werken. Nou, en nu bespaar ik dat allemaal. Denk, huppakee, kijk, lieve kind, even een rode rug. En dat heet dan 1000 euro, is een rode rug. Een rode. Zij helemaal blij. Kijk, dat doe je toch voor je kind. Kijk, en zo kan ik terugkijken op een hele leuke jeugd voor mijn kind. Want zij dan even langskomt en even de afwas doet. Dus ja, dat zal wel moeten, want ik kan niet afwassen. Dat zijn allemaal hele praktische dingetjes, toch? En dan heeft ze misschien niet veel tijd, want ze heeft nu ook een vriendje, een nieuw vriendje. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar dat drama wat zich dan voltrekt met die ouders, dat is bitter hoor. En ik vind het dan heel bemoedigend dat mijn kind daar met enige afstand naar kan kijken. En ook kan zien hoe het leed zich voltrekt en dat het voor niemand leuk is. Hey, op haar werk, dat vroeg ik ook aan haar, van ja, die mensen die jij dan begeleidt op je werk, want zij zit dan, hij is betrokken bij het begeleiden van mensen in de dakloze opvang.
die overal dermate veel problemen hebben gehad dat... ja, dit is dus het eindstation. Voor de... Nou ja, overal wat nergens kon aarden. Overal autoriteitsproblemen, of zeg het maar. Over hijsaan, toestanden, politie en... gevangenissen, zeg het maar. Hopeloze gevallen. Nou, daar bemoeit zij zich dan mee. En dan vroeg ik aan haar van, ja, kan je die mensen typeren? Ja, zei ze, het zijn mensen afkomstig uit sociaal zwakkere milieus en problematische gezinssituaties. Dus alleenstaande moeders, ouders überhaupt met alcohol en drugsmisbruik, kindermisbruik, mishandeling, zeg het maar. Nou, zij heeft dat dus ook meegemaakt, hè, aan den lijve. Niet zo extreem als die mensen die daar zijn beland, maar ze heeft het wel meegemaakt. Ik heb de huilbuien gezien van mijn kind. Ik was erbij, dat ging mij door merg en benen. En dat heb ik moeten meemaken, zo ervaar ik dat. Het was niet leuk om het te hebben moeten meemaken, maar ik heb dat moeten meemaken om te zien hoe intens erg dat is. En ik mag de Heer op mijn blote knietjes danken dat mijn dochter tot nu toe niet ontaard is. Hoe prijst de dag niet voordat het avond is, maar... Het ziet er voorlopig gezond uit. Voorlopig lijkt het erop dat ze de emoties goed onder woorden kan brengen. En dat is fijn. En met haar dat leuke gesprek over geestesziekten. En het antwoord is ook trouwens dat het... Wat ik net zei, hè, dat de materie, die kan de geest niet veroorzaken. Dat is echt onmogelijk. Dus er is geen materiële verklaring van het begrip aanwezigheid of bewustzijn. Bewustzijn. Er is geen materiële verklaring voor. Die kan ook niet gevonden worden. Het is bewezen dat het niet bewezen kan worden dat materie tot nadenken en ervaren kan komen. Dat kan niet. Dus als je het zo zegt dat je de materie hebt en het woord... Nou, de materie heeft het woord niet veroorzaakt. Dus heeft het woord de materie veroorzaakt. Dat is de enige andere mogelijkheid. Want één van beide was het eerste. Als ze samen tegelijkertijd kwamen, dan is er een derde factor geweest die ze allebei heeft veroorzaakt. Zo kan je het ook zien. Maar die derde factor is dan nog steeds het woord. En niet de materie. Of anders gezegd, wat er in Johannes 1 vers 1 staat, dat is de manier om tegen het leven aan te kijken. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. God is het woord. Zo moet ik het zien. En dan mensen die zeggen, ja, bestaat God. Ja, dan vraag jij je dus af, bestaat het woord? Nou, met dat jij je dat afvraagt, heb je je eigen vraag al beantwoord, dacht ik. Want als het woord niet bestond, hoezo kan jij je dan afvragen of het woord überhaupt bestaat? Want dat doe je toch in het woord,
dat jij je afvraagt of het woord bestaat. Dus natuurlijk bestaat dat woord. Alleen je kan het niet bewijzen, omdat als je erover begint, dan... Zo kan je dus ook het bestaan van God niet bewijzen, omdat het zo voor de hand liggend is dat je het niet kan bewijzen. Als je goed snapt wie of wat God is. En dan merken het ook mij, dat de mensen die het daar heel moeilijk mee hebben, met het accepteren van het woord als het leidende, met een korte ei, hè. Het primaire principe. Mensen die dat niet kunnen accepteren, ja, dat is dus een teken van een onvolledig denkvermogen. En die mensen die doen andere gekke dingen. Ze hebben een gebrek aan fantasie dan ook, vaak. Ze zijn niet creatief. Nou, ze hebben dus weinig inlevingsvermogen in een ander. Ze zijn niet fijn in de omgang. En ze nemen het niet nauw met de moraal. Ze liegen makkelijk. Nee, niet fijn hoor. Ik weet nog een keer dat... Ik was uitgenodigd voor een kroegquiz. En mijn dochter was dat weekend bij mij. En ik had al ja gezegd. Me niet realiserende dat mijn dochter dat weekend bij mij was. En, nou, toen kwam ik daar dus achter. Maar ik wilde eigenlijk wel heel graag naar die kroegquiz. Ik had er nog nooit aan meegedaan. Ik wilde het toch een keer doen. Hè. En had ik met mijn dochter overleg gehad en gezegd van, nou, wat zullen we doen? Ik zeg hem af, dat is mogelijkheid één. Want ja, je bent het weekend bij mij en ja, ik ga je niet alleen laten. Mijn dochter was nog jong, die was 11 of zo. Ik ga je niet alleen laten. Of ik breng je naar je moeder. En dan kan jij zondagochtend lekker tv kijken. Want ik heb geen tv. En ik weet dat zij graag tv kijkt. Keek. Ja, ik weet ook wel hoe ik dat moet inleiden. En wat dan zo, oh ja. Oh ja, kan ik zondagochtend lekker tv kijken. Ja. Ja, kies maar. Nou, zei ze, dan breng me de man maar naar mama toe, hè. Ja, en dan ga ik met die moeder overleggen. En die vindt dat ook goed. En die komt dan gelijk met een eigen idee. Van ja, maar dan kom ik het kind wel ophalen bij jou. En dan ben ik om 7:45 bij je. Want ik moest om 8:00 in de kroeg zijn. Voor de kroegquiz. En ik zo, oké, is goed. Nou, en om 7:50 krijg ik een sms'je dat die moeder op het station is. Nou, van het station naar mij toe is het... Nee, het was nog zelfs eerder... Is het maar de 10 minuten lopen? Om 7:30 of zo kreeg ik het sms'je. Ja, dat is mooi op tijd, hè? Nou, ik ben 7:50 tegen mijn dochter van... Kom, schoenen aan, jas aan, mama komt eraan. Dan wordt er helemaal niet aangebeld. En we hebben wachten. En ik uiteindelijk om 7:55... Ja, ik zat al op hete kolen. Tegen mijn dochter van... Nou, dan lopen wij mama wel tegemoet richting het station... En we stappen beneden de deur uit. Er staat die moeder aan de andere kant van de straat voor een etalageruit. Van de ene been op de andere been te huppen om te kijken naar leuke spulletjes. Die stond er waarschijnlijk al een paar minuten. En zij weet ook dat het al hartstikke laat is. En zij weet ook dat ik om 8:00 in de kroeg moet zijn. Maar zij denkt dan, ha, heeft hij ook een keer wat vervelends? Ja, zo zijn die mensen die niet kunnen nadenken. Die zijn immoreel. Dat is echt heel vervelend.
Ik hoorde van die vrouw ook, ik sprak dan toevallig los van elkaar twee collega's van haar. Ja, toeval bestaat niet, zeggen ze dan, maar dat was kort na elkaar. En dat bleken collega's te zijn van haar. Dus dat wist ik ook helemaal niet. Dat bleek dan tijdens het gesprek. Wow. En toen hoorde ik dus dat zij, die moeder, op het werk, dat niemand met haar wil samenwerken. Nou, ik kan me daar iets bij voorstellen. Want zij houdt geen rekening met een ander. Het is niet echt een teamspeler. En van mijn kind hoorde ik dan weer laatst van... ja, mama vindt het helemaal niet leuk meer op haar werk. Ik denk, ja. Ik heb er maar niks van gezegd, hoor. Ik heb niet gezegd tegen mijn kind... van, nou, ik sprak een paar collega's van mama... en die zeiden zus en zo. Dat heb ik niet gedaan. Komt wel een keer. Maar dit was het dus over geestesziekte. En het gesprek wat ik met mijn dochter had. En hoe ik blij ben dat ik kon vertellen aan haar hoe ik er tegenaan kijk. Ik heb alle begrip voor die vrouw die de moeder is van mijn kind. Ik vind het gedrag onacceptabel. Ik heb begrip voor die mens. Snap je? Nou, en in dat vertrouwen... ja, ga ik lekker door met mijn dochter. En in dat vertrouwen zeg ik tegen jullie... op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.